Ja, hebben jullie dat ook gelezen? Ja, er zijn dus een aantal gemeenten in Gelderland. En in deze periode van het jaar hebben die dan een soort traditie om kaarsjes te branden. S'avonds op een begraafplaats, weet je al, voor de mensen om nog even stil te staan bij hun overledene dierbaren. Nou, en dat mag dus niet meer. Nee, er mogen geen kaarsjes meer gebrand worden, want dat is de walm van de kaarsen, dat geeft de CO2. Slecht voor het klimaat. Hou op, Willem. Is hij goed? Zijn we aan het doorslaan? Jazeker. En vrienden, dat moet even zo blijven gaan. Want zeg maar, de GroenLinks Partij van de Arbeidclub, Timmermans, ja, die zijn zichzelf een beetje aan het afbranden en in de voet aan het schieten. Want ze hebben nu weer, blijkt, één zeteltje verloren. Ja, en dat komt mede door dat klimaatgekneus. Want iedere keer als je dus, zeg maar, de groengoeroe, die Timmermans, op tv ziet, dan moet hij even, dan kan hij het niet laten om even zijn klimaatevangelie, ja, te verspreiden. En daar zitten de mensen dus niet op te wachten. Dat blijkt gewoon nu. Nee, niemand. Ik bedoel, de top 5 prioriteiten voor de kiezers. Daar staat op 1, staat er wonen. Ja, wat denk je? Mensen kunnen nergens, zijn geen huizen, niks. Kunnen nergens terecht, moeten tot hun 60ste ongeveer thuis blijven wonen. Nou, dan hebben we op 2 staat zorg. Ja, ik bedoel, iedereen is doodsbenauwd dat er straks gewoon geen verplegend personeel is. Voor jezelf als je ziek bent en als je ouder wordt. Ja, dus daar zijn de mensen mee bezig. En op 3 staat natuurlijk asiel. Ja, want kom maar binnen met je knecht. Daar hebben ook heel weinig mensen zin in. Nou, en dan heb je op 4 geloof ik armoe. En dan komt op 5 eindelijk, daar komt klimaat. En zij blijven daar maar over bezig. En blijven daar maar over drammen. Nou, en dat gaat gelukkig waarschijnlijk alleen maar zeteltjes kosten. En komt dat torentje voor Timmermans verder en verder weg. Ja, dus uiteindelijk goed nieuws. Hey.